Dames en heren, een hele goede dag. Hij wordt de man met de eeuwige lach genoemd en er wordt ook wel veel over hem geklaagd. Hij zit momenteel volop in campagne voor de Europese verkiezingen, maar toch heeft hij ook tijd voor een bezoek aan onze studio. Vandaag bij ons te gast, onze premier Mark Rutte. En met de premier bespreken we het komende half uur allerlei zaken die leven in onze provincie. We gaan het hebben over onder meer de economie, Europa en andere Noord-Hollandse onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de superprovincie. Ja, meneer Rutte, allereerst van harte welkom. Fijn Dank. Dat u tijd kon maken. Mooi hier te zijn. Ja, u bent ontzettend druk. U bent op campagne voor de Europese verkiezingen. Klopt. We gaan het zo meteen nog uitgebreid verder over Europa hebben. Maar ik ben vooral benieuwd, want u bent natuurlijk in onze provincie, in Noord-Holland. Ja. Heeft u iets met Noord-Holland? Ja, heel veel. Ik heb er niet gewoond zelf, maar mijn broer woont hier. Ik heb gewerkt in Zaanstad, in Hoornveer. Dat was mijn eerste baan binnen Unilever toen ik afgestudeerd was. Mm-hmm. Dus de Zaankanters, de Zaanstreek goed leren kennen. Een hele mooie streek met hele eigenwijze, leuke mensen. Yeah. Die daar wel, die gewoon doen wat ze willen. Ja, ja, dat gaan we nog horen. Heel liberaal. Ja. En verder, het is natuurlijk ook de provincie met zoveel. Ja, het is iedereen kent natuurlijk Noord-Holland. Zoveel geschiedenis, zoveel cultuur, mooie steden. Oh, gelukkig. Daar zit er iets mee. Dat zit in Noord-Holland. Zeker. U bent hartstikke druk. U begon, geloof ik, vanochtend al op Schiphol. En wat me vooral opviel, is dat u veel ondernemers bezoekt, veel bedrijven. Is dat toevallig? Ik doe dat heel veel, eigenlijk altijd wel. Omdat mijn overtuiging is dat uiteindelijk wil je welvaart in Nederland en alles blijven bekostigen wat we belangrijk vinden. Ja. Goede ziekenzorg, goed onderwijs. Ja. Dan heb je gewoon mensen nodig die bereid zijn bedrijven te starten. Het geeft ook energie in een land. Ja. Dus ik doe dat heel graag. En Schiphol was een heel bijzonder bezoek vanmorgen. Ja. Een soort nationale trots. Wat heeft u daar precies gedaan? Schiphol is nu bezig met een enorme verbouwing. Ze zijn nog groter? Niet zozeer groter. Ze groeien de komende jaren, maar ze moeten ook toekomstige regelgeving moeten ze voldoen. En daar komt bij dat Schiphol wereldwijd echt een van de allerbeste luchthavens is. Ja. Daar wordt met grote jaloezie naar gekeken. Maar je ziet dat Turkije beter wordt, Istanbul. Je ziet dat het Midden-Oosten opkomt, in Azië. Dus wil je voorop blijven lopen, dan moet je investeren. En dat doet Schiphol. En ik wilde dat gewoon eens een keer met mijn eigen ogen even gaan bekijken. Nou, ja. Wij gingen in Bussum even de straat op om mensen de kans te geven een vraag aan u te stellen. Maar we kregen eigenlijk niet eens zoveel vragen. We kregen meer opmerkingen of adviezen. Laten we even gaan kijken. Nou, niet te veel aan het buitenland. Laat hij eens om Holland denken. Want u vindt dat het te veel doorslaat richting Europa? Ja. Er zijn natuurlijk wel een heleboel mensen die wel moeilijk hebben. En misschien of die daar misschien een oplossing voor heeft. Dan wil ik gewoon vragen of het allemaal wat minder kan dan in bezuinigingen. Want het is, ik vind het te gek voor woorden. Minder Europa. Dat zou ik hem zeker willen meegeven als boodschap. En ook aan de mensen die zich kiesbaar gaan stellen. Wat zou u dan aan willen vragen? Nee, niet zoveel. Nee? Nee. Niks wat u zegt van dat wil ik graag beter, dat wil ik anders hebben. Ik bedoel, dit is uw kans, u kunt het hem vragen nu. Ja, maar dat helpt er niet. Dat helpt toch niet, meneer Rutte? Ja. Wat is daarop uw reactie? Nou, het helpt wel. Ja? Try me, zou ik zeggen. Ja. Maar interessant. Je ziet dus inderdaad in de reacties dat toch de Europese verkiezingen wel leven. Want iedereen begint vrij spontaan. Ik weet niet of dat ook aangedragen was door de interviewer. Maar in ieder geval in de beelden die we zagen, zie je dat iedereen toch heel spontaan begint over Europa en de verkiezingen. Ja. Dit waren niet de enige reacties natuurlijk. Wij, mensen die we spraken, voelen blijkbaar een grote afstand tot u en tot de politiek in het algemeen. Als we de feiten even bekijken. Ik neem even de cijfers. Noord-Hollanders geven u en het kabinet als cijfer een 4,3. Ja. Dat is een dikke onvoldoende. Dat is niet goed. Heeft u wel eens een slecht cijfer gehaald? Oh ja, nog wel erger. Op school? Ja, nee, op school zeker. Ja, voor welk vak? Nee. Voor welk vak niet? Nee. Oh. Nee, ik had uiteindelijk hele redelijke eindcijfers. Ja. Iedereen had wel eens een 2 of een 3. Ja. Maar een 4,3, dat moet omhoog. Maakt u dat zorgen? Nee, ik zal ook zeggen waarom. Toen ik de kans kreeg minister-president te worden, vond ik dat enorm, was ik enorm trots op. Ik erger mij, net zoals de mensen in het filmpje net, aan heel veel dingen in Nederland. En het bijzondere aan mijn baan is dat ik daar misschien net wat meer aan kan veranderen dan mensen gemiddeld eraan kunnen veranderen. Mm-hmm. En we zijn nu heel veel aan het veranderen. Ja. We zitten anderhalf jaar na de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dus wat je nu ziet is de economie het nog steeds zwaar heeft. De werkloosheid stijgt nog. Maar we zijn wel bezig nu uit de crisis te komen.
En mensen ervaren ook dat we heel van het veranderen zijn. In de gezondheidszorg, sociale zekerheid. En dat is nodig om Nederland echt structureel gezond te krijgen. Ja. Als ik nu zou vragen aan mensen van kom nu met de gladiolen op mij afrennen. Dan is de kans erop klein. Hmm. Mensen merken nu vooral ook de gevolgen van al die maatregelen. En mijn verwachting is, daarom doe ik het ook, dat geleidelijk aan zichtbaar zal worden als de economie aantrekt, dat we er veel beter voor staan dan 4, 5 jaar geleden. Ja. Ja, de Nederlanders en met name dan de Noord-Hollanders, want daar zitten we nu voor, die zijn nogal uitgesproken over Europa. Bent u eigenlijk voor of tegen Europa? Ja, mijn opvatting is, ik ben voor Nederland. Kijk, je kunt niet voor of tegen Europa zijn. Je bent ook niet voor of tegen Purmerend. Nee. Of voor of tegen Alkmaar. Kijk, het zijn gegevenheden. We wonen in Europa, we hebben een gedeelde geschiedenis. En wat ik nou wil, is dat, en volgens mij met z'n drieën, als het er niet zou zijn, die samenwerking in Europa. Mm-hmm. Voor een land als Nederland, net op Schiphol geweest, exportland, bedrijfsleven sterk afhankelijk, 2 miljoen banen direct van de export afhankelijk. Ja. Wij zouden met z'n drieën de Europese samenwerking meteen oprichten. Ja. Wat er vervolgens fout gaat, is dat Europa, Brussel, zich ook met te veel dingen is gaan bemoeien. Ja. Dus een van de initiatieven die Nederland heeft genomen en die nu wordt overgenomen door andere landen, is dat we zeggen, bemoei je met minder zaken en doe meer aan waar je echt waarde toevoegt. Ja. De gemeenschappelijke markt. Ja. Dat leidt tot banen. Vrijhandelsverdragen zoals met Amerika, dat leidt tot banen hier. Ja. Dan heeft het meerwaarde. Ik ben blij dat u begint over Brussel. Want kijk, de Noord-Hollanders vinden dat Europa, dat is ver weg, het is afstandelijk. Ze weten dat ze veel met Europa te maken hebben, maar wat dan precies? Maar wat met name de agrariërs, die weten wel heel goed wat er gebeurt. En er wordt natuurlijk heel veel bepaald vanuit Brussel. We gaan eventjes kijken naar een filmpje van een melkveehouder, Hans Sander uit Akersloot. Het is zeker geen zegen. Hoe meer regels, hoe met meer dingen je rekening mee moet houden. En dat is, het is niet altijd makkelijk natuurlijk. Bijvoorbeeld de onlangs aangepaste maïsregels. Er moet opeens andere mest worden gebruikt en er mag minder maïs worden verbouwd dan voorheen. Maar de meeste mensen die hadden het zaad al in de schuur liggen. Of die hadden soms al maïs gezaaid. En dan moet je het zomaar even veranderen. Nou, dat werkt natuurlijk niet. Als er dan regels gemaakt worden, laat ze dan in de hele EEG hetzelfde zijn. En niet in Nederland dan weer even strenger. Om een gelijke concurrentiepositie te hebben. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Snuit. Mooi. Ja, deze boer die het is natuurlijk meer een opmerking dan een vraag. Hij wil natuurlijk gewoon gelijke concurrentie. En waarvoor is het dat Nederland net iets strenger dan in de andere landen? Nou, dit is nou zo'n punt waar ik me aan ergerde toen ik deze baan kreeg. Want dit is spot-on. Ja. Dat heette, eigenlijk dan krijg je een regel uit Brussel. En dan bedacht het Nederlandse parlement, wacht even, die regel uit Brussel, dat kunnen wij beter. Ja. We gaan er nog een paar regels bovenop zetten. En dan krijg je precies wat hij zegt. Dan krijg je een ongelijk speelveld. Want dan moet hij met zijn bedrijf aan meer regels voldoen dan een concurrent in België of in Duitsland. Dus wat we nu als kabinet heel consequent doen, is dat we zeggen, die Europese regels, die gaan over de gemeenschappelijke markt, die zijn nodig om ervoor te zorgen dat deze agrarische ondernemers goed kunnen boeren, succesvol kunnen zijn. Maar we gaan er geen koppen op zetten. We gaan er geen dingen meer aan toevoegen. We hebben zelfs nu een apart agendapunt in de ministerraad, agendapunt 4. Daar behandelen we zaken van in Europa in de samenwerking afgesproken dingen die we nationaal met elkaar gaan invoeren. En er mogen alleen dingen opstaan op die agenda, op dat agendapunt, als er geen kop op zit. Als we niks extra's doen, dan precies doorvoeren wat we in Europa hebben afgesproken. Ja. Maar die extra regels, die zijn er nu al wel. En daar ergert deze boer zich aan. U kunt daar wat aan veranderen. Waarom is dat nog niet gebeurd dan? Nou, dat doen we ook. We zijn bezig om, we hebben gezegd als kabinet willen we nu qua lastendruk 2,5 miljard euro ervaren lastendruk. En dan praat je echt over, dat is echt groot geld. Sowieso is 2,5 miljard groot geld, maar ook in termen van lastendruk. Ja. Dus wat mensen ervaren omdat ze vanwege die regels mensen moeten aannemen of een accountant extra moeten inhuren of deze agrarische ondernemer een adviseur moet vragen van help me met mijn mestplan of wat dan ook. Dus we zijn bezig om voor 2,5 miljard euro overbodige regels te schrappen. En daar zitten ook heel vaak koppen op. Dus van die extra opplussingen op Europese regels. Een ander punt wat we zorgelijk vinden in Noord-Holland zijn de goedkope arbeidskrachten die uit Oost-Europa komen en dan hier voor een prikkie werken. Ja. En wat ik dan misschien jou ook nog wel regelmatig in het nieuws heb gehad, is zijn bende zakkenrollers. Ja. Roemeense zakkenrollers die toeslaan. Dat is natuurlijk een neveneffect van het openstellen van de grenzen. Ja, tot op zekere hoogte. Want je kon vroeger ook in Europa reizen. Hè? Dus als Romein kon je ook naar Nederland komen voor het vrij verkeer.
Het verschil is alleen dat je nu ook hier mag werken. En op zichzelf is dat geen probleem, want we hebben heel veel mensen nodig in beroepen waar we te weinig Nederlanders opgeleid hebben. Ja. Vaak heel hoog opgeleide mensen voor researchfuncties bij grote bedrijven, noem maar op. Het gaat mis als je inderdaad mensen hier naartoe hebt komen die minder verdienen dan een Nederlander verdient. Ja. Die zich niet aan de CAO hoeven te houden. En vandaar dat Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken... Ja. Onlangs nog? Onlangs, ja. Hij is in Brussel bezig en ik steun dat volledig. En ook vanuit de Europese Raad probeer ik daar mijn steentje aan bij te dragen. Maar hij heeft daar echt het voortouw in genomen om ervoor te zorgen dat als je dan in Nederland aan de slag gaat, dat je ook voldoet aan de Nederlandse wet en regelgeving, de Nederlandse CAO-lonen moet betalen. Dus dat je opnieuw geen ongelijk speelveld krijgt. Hoe kunnen we dat als klein landje bewerkstelligen? Ja, voor een deel is het handhaven van de afgesproken regels. Want in feite moet je in Europa gelijkwaardig betalen met de lidstaat waar je bent. Een tweede is dat je heel kritisch moet kijken naar je sociale zekerheid, bijstand, WW. Moet je nou iedereen maar zomaar ook toelaten die hier naartoe komt, werkloos wordt en dan gebruik kan maken van uitkeringen hier? Mm-hmm. Dus daar zijn we mee bezig. En ten derde moeten er ook wat regels worden aangepast. En daarvoor bouwen we nu in Europa steun op. En dat is hij heel goed aan het doen. Dus hij is aan het reizen langs hoofdsteden, praat met zijn collega's. En er ontstaat een steeds grotere groep van landen die op een gegeven moment echt kan zeggen, we gaan dit doen. Ofwel als Europese Unie als geheel. Je kunt ook eventueel met een kopgroep van landen al zelf wat voorop gaan lopen om ervoor te zorgen dat inderdaad die oneerlijke concurrentie wordt bestreden. Ja, precies. Binnenkort niet meer dus? Ja, of het helemaal niet meer. Er zullen altijd natuurlijk mensen tussen door de mazen van het net glippen. Ja. Maar goed, dan hebben we ook een arbeidsinspectie in Nederland. Dus we hebben ook middelen om daar natuurlijk tegen op te treden. Dan vorige week was er nog veel gedoe over het feit dat declaraties van Europarlementariërs niet of nauwelijks werden gecontroleerd. En dat soort verhalen horen we vaker. Er wordt gefraudeerd met vergoedingen. Dat is het beeld wat ook de Noord-Hollander heeft van het Europarlement. Hoe is dat op te vijzelen? Nou ja, dames, goed dat u die vraag stelt, want dat is een beeld wat niet terecht is. Kijk, als er fraude is, moet je optreden. Zoals we hebben bewijzen, hè? Er is bewijs dat sommige mensen ergens aanmelden, weer weggaan en niet bij een vergadering aanwezig zijn. Ja, goed, dan moet het parlement gewoon optreden als dat gebeurt. Want dan accepteer je inschrijfgeld of wat is het, vacatiegeld, dat je er bent, terwijl je er niet bent. Ja, precies. Maar de discussie vorige week in de kranten was, of twee weken geleden geloof ik, die parlementariërs krijgen een bepaalde vergoeding voor hun secretariaat of hun ondersteuning. Mm-hmm. En dan is de vraag, dat is bedacht voor een parlementariër. Heb je zoveel euro nodig om de gummetjes, de potloden, het kantoor in te richten? Moet je dan ieder potlood en gummetje apart declareren? Of zeg je, nou, dit heb je ongeveer nodig. Dit is een bedrag wat je lump sum krijgt. Mm-hmm. Ja, ik zou zeggen, het leidt ook wel tot heel veel bureaucratie als je dan ieder gummetje apart moet verantwoorden. Want dan moet je ook weer een hele bureaucratie optuigen die het gummetje gaat controleren. Fraude zou zijn als je meer geld krijgt dan waar je recht op hebt. Mm-hmm. Of inderdaad als je geld opstrijkt waar je voor dingen die je niet gedaan hebt. Ja. Even voor de sceptici in Noord-Holland. Zou u een voorbeeld kunnen noemen van wat we in Noord-Holland niet zouden hebben zonder Europa? Ja, heel veel. In Noord-Holland zou je Schiphol niet hebben van deze omvang. Kijk, waarom is Nederland de Zuidas? Ja. Waarom komt Tesla het hoofdkantoor van Engeland naar Nederland toe? Omdat je in Europa het met elkaar zo georganiseerd hebben dat we als landen onderling een aantal dingen gemeenschappelijk regelen. Mm-hmm. Maar ook ruimte hebben om bijvoorbeeld te concurreren op wat is nou de beste vestigingsplaats. Ja, precies. Omdat Tesla weet dat Nederland onderdeel is van de Europese Unie, van de gemeenschappelijke markt, zit hun grote kantoor dadelijk in Amsterdam. En zit hun distributiecentrum of hun assemblagebedrijf zit in Tilburg. Dat is een waanzinnig mooi technologisch bedrijf, Tesla. Ja. Je rijdt 200 en je hoort het niet, zeg maar. De elektrische, hele snelle auto's. Nou, zo zijn er heel veel voorbeelden. Het bedrijf waar ik zelf werkte in de Zaanstreek, wat dus werkt met allerlei plantaardige oliën. Mm-hmm. En daaruit halffabrikaten maakt voor de chocoladeindustrie. Waarom zit dat type bedrijven hier? Omdat, hoewel het inmiddels geloof ik in Maleisische handen is, weg bij Unilever, die producent weet, je moet gewoon in de Europese Unie, in een land als Nederland, goed opgeleid personeel, bedrijf wat al heel lang bestaat, moeten wij zitten. Dat zijn allemaal voorbeelden. Ja. De export, 2 miljoen banen. Ik denk dat mensen het wel te weinig weten in Noord-Holland, dat ze daar niet van doordrongen zijn. Ja, ik weet ook niet of mensen nou per se tegen die samenwerking zijn. Ik denk dat heel veel mensen begrijpen
nogmaals, wij zouden met z'n drieën morgen echt uitvinden, die markt. Ja, ja. Alleen ik denk dat mensen zich ergeren aan als het dan ook over de vraag gaat of je nog wel olijfolie mag verkopen in een potje waar geen etiketje op staat. Ja, dat is over wat Europa voor Noord-Holland betekent. Europa leeft dus niet echt in Noord-Holland. Maar wat wel in Noord-Holland echt leeft, is de economie. Om te beginnen met werk. Al meer dan 100.000 Noord-Hollanders zitten thuis. En omdat ze maar geen werk vinden, proberen sommige werklozen het als zelfstandige zonder personeel. Dus als ZZP'er. En een van hen is Alkmaarder Robin Korving. Ooit een gevierd hordenloper. Zijn Nederlands record staat al 16 jaar. Met een tijd die niet zou misstaan op de Olympische Spelen. Maar na zijn sportcarrière gaat het een stuk minder. Na verschillende baantjes te hebben gehad, zit hij nu in de bijstand. En wil hij dolgraag aan de slag als ZZP'er. Aan de ene kant is er massage. En met de nadruk, ontspanning kan ook, maar de nadruk ligt misschien meer op sportmassage. En de andere kant is training geven. En dat doe ik op de atletiekbaan, maar dat wil ik verbreden naar de gewone mens. Het plan is er. Maar vanuit de bijstand en dus met weinig geld aan de slag gaan als ZZP'er blijkt ontzettend moeilijk. Er zijn heel veel kortingen of kwijtscheldingen of rekeningen zijn geschrapt. Waardoor wat je overhoudt eigenlijk heel sumier is. En dan moet je dan ook nog al je sociale zekerheden vandaan halen die je in loondienst wel hebt. Kortom, premier Rutte, wat ga je doen voor de ZZP'ers om het tijd te keren zodat ze in ieder geval part-time kunnen werken, ook als ze in de bijstand zitten? Dat lijkt me een zeer duidelijke vraag. Waar woont hij nu, weten jullie dat? Toevallig? In Alkmaar. Want op zichzelf, kijk, het verbaast me in die zin. We zouden wat meer dieper in moeten duiken. Mm-hmm. De sociale dienst van die gemeente heeft nu sinds een aantal jaar de ruimte om maatwerk toe te passen. Ja. Dus als hij naar de sociale dienst komt en zegt, jongens, ik heb echt een goed plan. Hiermee kan ik uiteindelijk jullie definitief de hand schudden. Jullie zien mij nooit meer, ik zie jullie nooit meer. Maar geef me even 4-5 maanden een kans. Aanvulling. Nou, niet eens een aanvulling. Nee, ik ben niet voor aanvullingen. Nee, maar geef mij 4-5 maanden kans. Val me even niet lastig met de vraag of ik gesolliciteerd heb. Mm-hmm. Dit is mijn businessplan. Ik weet zeker daar, en dan moeten ze dat goed beoordelen. Kijken of dat ook echt serieus is. Dan moet dat lukken. En dan is het ook nog zo, als je als zelfstandige zonder personeel aan de slag gaat, krijg je ook nog een begin krijg je nog een korting. Je hebt natuurlijk sowieso de startersaftrek, je hebt de zelfstandige aftrek. Dus je hebt allerlei regelingen in Nederland om het aantrekkelijk te maken om dat te doen. En je hebt zelfs nog een landelijke algemene regeling om vanuit de bijstand als zelfstandig aan het werk te gaan. Dus ik ben bijna geneigd, laten we de telefoon pakken en ook maar bellen. Ja, maar ook vooral die sociale dienst daar. En die twee bij elkaar zetten en zeggen, joh, kijk eens even of hier met maatwerk niet uitdrukt, want dat kan tegenwoordig. Toen ik staatssecretaris Sociale Zaken werd, mocht dat allemaal niet. Was het allemaal één grote landelijke regeling. Ja. En trots met ik daarop, is het gelukt om dat nou juist naar die gemeente te geven, zodat ze maatwerk kunnen maken. Maar dat betekent dat hij de weg ook niet weet te vinden. Dat is wel zonde. Nog niet. Maar ik vind het gek dat die sociale dienst de weg naar hem niet weet te vinden. Eerlijk gezegd, beide. Je moet allebei doen. Dus, dus mijn oproep naar hem zou zijn, zo snel mogelijk naar de sociale diensten. Dat heeft hij waarschijnlijk al lang gedaan. Ja. Dat is al slim genoeg. Dat heeft hij al lang bedacht. Maar doe het toch nog een keer. Ja. Neem dit stukje tape mee. Ja, en stuur me maar een mail of zo. En dan, ik kan niets garanderen natuurlijk. Want de sociale dienst gaat daarover. Robin Korving, gewoon eventjes spelen naar meneer Rutte. Ik ga even door op de ZZP'ers. Er zijn 163.000 ZZP'ers in Noord-Holland. Veel van hen hebben dus niet genoeg of weinig werk. Het onderzoek in samenwerking met Eén Vandaag zegt 80% dat het kabinet onvoldoende aandacht voor ze heeft. En maar 12% is wel tevreden. Wat kunt u nou doen? Concreet heeft u net al uitgelegd. Hij moet de weg dus vinden naar zolang wij nog in uit die recessie kruipen. En dat gelukkig, dat gaat nu echt ver uit de goede kant op. Maar de werkloosheid zie je nog een beetje stijgen. En dat duurt nog even voordat die echt gaat dalen. En ik realiseer me, iedereen die nu kijkt en zijn baan op de tocht staat, die is er. We zeiden voor de uitzending tegen elkaar, vinden we onze banen leuk? Ja. Ja, en we zijn er vooral ook alle drie heel blij dat we een baan hebben. Precies, dankbaar. En dankbaar daarvoor. Jullie twee, dat geldt voor iedereen denk ik hier op de productievloer. Dus, en mensen die kijken. Maar als je je baan dreigt te verliezen, heeft dat een waanzinnige impact. Maar hoe lang moet Robin Korving nu nog wachten op een baan? Hoe lang moeten die werklozen nog wachten? Ja, voor hem individueel kan ik dat natuurlijk nooit zeggen. Ja. De overheid maakt ook geen banen. Wat wij moeten doen is ervoor zorgen dat voor bedrijven het aantrekkelijk is hier banen te creëren. En dat zie je nu toenemen. Dus het Centraal Planbureau, dus een onafhankelijke club die daarnaar kijkt. Op basis van modellen zegt nu de komende tijd trekt die economie verder aan en gaat uiteindelijk ook die banenmotor weer starten. En specifiek voor de zelfstandigen zonder personeel doen we dus veel. Die aftrekposten die ik net noemde. Ja. Het ook in wetgeving makkelijker maken. En je ziet inderdaad
dat het aantal bedrijven dat zelfstandigen zonder personeel inneemt de laatste maanden behoorlijk aan het stijgen is. Okay. Je ziet ook het aantal uitzenduren weer toenemen. En dat zijn allemaal tekenen dat de economie aantrekt. Want dit zijn vaak ook de eerste groepen die de klappen opvangen als het minder gaat. Het vaste personeel hou je. En de ZZP'ers en de uitzendkrachten krijgen de eerste klappen. Dus als dat weer toeneemt, en dat gebeurt nu, is dat ook altijd een teken van economisch herstel. We gaan even naar een andere zorg van veel Noord-Hollanders, maar ook veel Nederlanders, denk ik. De woningmarkt. Sommige woningbezitters staan voor 10.000 euro's onder water. Dat wil zeggen dat de hypotheek veel hoger is dan de waarde van hun huis. En in Nederland zijn ook 100.000 huishoudens met betalingsproblemen. We gaan even terug naar deze voormalige atleet. Hij zit zonder werk, dus hij heeft geen geld. Dus hij heeft natuurlijk ook problemen om zijn hypotheek te kunnen betalen. We gaan even kijken. Er moet nog steeds geld binnenkomen. En dat gaat erg lastig op deze manier. Dus je moet, ik heb dus nu een plan, de campagne. En ik hoop daar snel mee resultaten te boeken. Zodat ik ook de verzekeraar tevreden kan stellen met een plan waarvan zij zeggen, oké, blijf nog maar heel even zitten. Ja, want als het zo doorgaat, dan moet je eruit? Ja, die dreiging is er wel degelijk. Vanwege de crisis hebben heel veel huizenbezitters het enorm moeilijk. Uithuiszettingen en dergelijke. Dan wordt het ook nog flink verdiend door degene die onderhands de woningen verdelen. Wat gaan we nu doen, nu de crisis keert, om die mensen in hun huizen te houden of nog enigszins tijd te gunnen om te blijven wonen en uiteindelijk hun schulden af te betalen? Hoe houden we hem in zijn huis? Ja, of het heel specifiek bij hem lukt, dan zou je de hele situatie moeten kennen. Mm-hmm. Maar de afspraken die we wel gemaakt hebben, dat zijn verruimingen die voor een deel ook recentelijk door Stef Blok, de minister voor Wonen, zijn aangekondigd, is dat je restschulden nog 10 jaar kan blijven aftrekken. Ja. Dat als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, je binnen de nationale hypotheekgarantie ook restschulden kunt meefinancieren. Want dat is vaak het probleem. Ja. Huis staat onder water, blijft een restschuld over. Ik kan een baan ergens anders accepteren, maar ik kan niet uit mijn gemeente weg, want ik kan die baan niet betalen, want het huis is niet te verkopen. Dus op die manier hou je toch die beweging in de woningmarkt. Ik zeg er wel heel eerlijk bij, het blijft ook echt allereerste plaats de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Die op een gegeven moment wel een baan hadden en zichzelf een huis hebben aangeschaft van een bepaalde waarde en omvang, soms ook wel op 2 salarissen gebaseerd. Ja. Dat is in eerste plaats zijn eigen verantwoordelijkheid, maar de overheid probeert echt te helpen door, zeker ook wat die restschuld betreft, regelingen aan te bieden. Ja. En mensen zonder betalingsproblemen, die kunnen dan die restschuld mee financieren in een nieuwe hypotheek of zo? Ja, onder de nationale hypotheekgarantie. Ja, onder voorwaarden, daar wordt er even heel goed naar gekeken. Ja. En die restschuld nog 10 jaar aftrekken. Mm-hmm. Dat was nog iets. Ja, dat zijn de belangrijkste punten inderdaad. Ja. Okay. Dan gaan we met u door over wie teelt. Want er zijn gemeenten, Amsterdam voorop, we zijn er nu, die dit graag gereguleerd willen doen. Het kost te veel tijd van de politie, zeggen ze nu. Gaat u meewerken aan gereguleerde wietteelt? Of een experiment wat Amsterdam bijvoorbeeld wilde? Nee, ik ben zeer gesteld op Ebert van der Laan, de burgemeester. Dat is goed om te horen. Maar dit ga ik niet doen. Dit gaan we echt niet doen. Nee, het probleem is dat met de wietteelt, het grootste deel van wat je produceert gaat naar het buitenland. Nou, het is echt, ik kan echt Hollande of Merkel niet meer onder ogen komen als ik moet uitleggen dat een deel van de troep die daar ook terecht komt. Ja, je noemt nou, gewoon ook nog troep. Ja, goed, het is natuurlijk, het is een rotzooi en heel ongezond. Bovendien de werkende stof in de softdrugs, die zijn nu zo sterk dat ik in mijn omgeving ook echt serieuze verslavingsgevallen nu zie. Ja, ja. Wat je vroeger niet had, hè, toen je in de jaren 70 en 80 niet inhaleren, maar we werden wat stoer. Werd het gewoon alleen in de mond gehouden en weer aan het blazen? Nee, dat is het. Als je stoer wilde doen en wilde. We hebben een onderzoek maar gedaan. Het is echt gevaarlijker geworden. Ja, maar het ergste belangrijkste om het niet te willen, even, want mensen moeten zelf beslissen of ze wat ze wel of niet met hun leven doen en met alle voorlichting of ze wel of niet die troep gebruiken. Het gaat om alle problematiek. Het gaat om eromheen. En vooral die export. En dan maak je als Nederland wel tot risé van Europa. Ja. We hebben een onderzoek gedaan met de Eén Vandaag. En 57% van de Noord-Hollanders is voor. En 42% denkt dat juist de criminaliteit hierdoor zou afnemen. Maar waarom hebben deze mensen geen gelijk? Nou ja, of de criminaliteit afneemt is ook nog maar helemaal de vraag. Kijk, ik vind gewoon, als er criminaliteit is, is de politie er om die te bestrijden. Dat lukt ook steeds beter. Het is wel een tough fight, hè. Dit gaat niet makkelijk. Veel politie inzet. Ja, dat is een hoop absoluut, veel politie inzet. Ja. Maar het zou gek zijn dat als dingen in de criminaliteit verzanden, dat we dan zeggen, het is zo ingewikkeld. Ja. Dat is nou zonde van de politie, laten we het gewoon legaliseren. Dat kan geen argument zijn. En we zien wel dat we, ook door de vorming van de nationale politie, veel meer in staat zijn nu om het ook echt te bestrijden. Het is waar
dat achter die coffeeshops, en dat lijkt allemaal zo lief en aardig, dat daar een keiharde zware criminaliteit achter zit van de producenten van het spul. En daar zit de politie nu. Dat zijn hele grote belangen natuurlijk. Het gaat om hele heel grote veel belangen. Geld. Maar de vraag is me helemaal, als je het gaat reguleren, nog even los van dat het feit dat dan Duitsland en Frankrijk en de rest zullen zeggen, hey Rutte, wat doe je daar in Nederland? En ik zou ook echt geen antwoord hebben dan. Is maar helemaal de vraag of ook de criminaliteit erdoor afneemt. Ja. We zitten nu natuurlijk ook een beetje in een rare situatie. Je mag wel legaal verkopen, maar niet legaal inkopen. Nee, dat is ook heel raar. Hoe doe je dat dan? Nou, precies wat u zegt. Zo gaat het. Ja. Maar ja, dat is ooit in de jaren 70 een compromis geweest. Omdat daar zat ook iets achter. Het besef was er, en daar heeft Nederland ook gelijk in gehad, denk ik, dat als je softdrugs volledig criminaliseert, dus verbiedt het gebruik en het voor je persoonlijk gebruik aanschaffen, dat de kans dat je eraan komt in een omgeving waarin ook harddrugs worden gebruikt, toen heroïne, nu spullen als cocaïne en hele zware partydrugs, het risico dat die twee samenkomen neemt toe. En dan is ook het risico groter dat jonge mensen van die softdrugs overschakelen op de harddrugs. Ja, en dat is in Nederland, het bijzondere is, we zijn in Amsterdam. Ik herinner me in de jaren 80 en 90 de grote problemen met heroïne en de overlast van criminaliteit. De laatste heroïnegebruikers zijn langzamerhand aan het uitsterven. Het is veel minder geworden. Er is nieuwe criminaliteit voor in de plaats gekomen. En dat zit dan vooral in die hele zware criminaliteit die achter die softdrugswereld zit. We hadden het over de wietteelt. U zegt pertinent nee tegen het reguleren. Zo is het. Duidelijk. Tot slot, dan nog even over de mogelijke fusie van Noord-Holland met Flevoland en Utrecht. De zogeheten superprovincie. Bestuurders zitten er niet op te wachten, maar ook veel Noord-Hollanders zijn erop tegen. De afstand naar de burger wordt te groot, al door Europa, maar nu ook nog door de schaalvergroting van de provincies. Een van de boegbeelden van het Noord-Hollands Verzet is de West-Zaanse zanger Harry Slinger. Hij is bekend van drukwerk en hij schreef zelfs een lied over tegen het plan. En hij nam ons mee naar een doodlopende weg richting de begraafplaats in zijn dorp. Het is mijn Noord-Holland, wat moet een ander daar nou mee? Eén grote provincie, dat is een doodlopende weg. Neem deze weg en je weet waar je eindigt. De begraafplaats? Ja. Dat geldt ook voor deze superprovincie wat jou betreft? Ja, we moeten samenwerken, want het zou dan beter zijn. Maar een Noord-Hollander wil gewoon een Noord-Hollander blijven. Mag ik aan Rutte een vraag stellen? Hoe houdt hij zijn minister in de gaten? Want hier staat, we gaan bureaucratie en bestuurlijke drukte terugdringen. Burgers moeten op democratische manier invloed kunnen uitoefenen op het bestuur. Wij willen het niet. Handen af. Begrijpt u wat Harry Slinger zegt? Nee, ik was een paar jaar geleden in New York. New York is ongeveer even groot als de Randstad. We wonen ook 8, 9 miljoen mensen. En New York heeft één burgemeester, een aantal wethouders, een gemeenteraad en nog 5... een soort deelraden voor de 5 grote stadsdelen. Ja. Als je het allemaal optelt en heel ruim neemt, kom je op 200 à 300 politici. In de Randstad hebben we er 6.000. We zien in de Randstad hoe ongelooflijk ingewikkeld het is om grote besluiten te nemen over Schiphol, uitbreiding, zaken als waar je de weg nou wel of niet moet aanleggen. Dat houdt ons ook tegen in economische groei. Ja, New York is ontstaan als één stad, uitgegroeid. En daardoor hebben ze niet als kleine dingetjes allemaal dingen moeten samenvoegen. Eens. Nee, dus ik ben er ook niet voor om de Randstad tot één stad te maken. Ja. Met één gemeentebestuur, zeker niet. Maar als je nou ziet dat je in die Randstad niet alleen al die gemeenten hebt, maar ook nog 4 grote steden. En Rotterdam en Schiphol. En dan ook nog eens 4 provincies. Dus, en bovendien, we zijn overal aan het reorganiseren. In de gezondheidszorg, de sociale zekerheid. Mensen merken het. We hadden het eerder over. Ja. Ik vind het alleen maar logisch dat je als overheid ook in je eigen vlees snijdt. En zegt, kijk, ook wij zijn bezig om het simpeler te maken. Ja. En daarom ben ik er heel erg voor ben om deze provincie samen te voegen. Maar Noord-Holland wil natuurlijk, of de Noord-Hollanders, deze meneer Slinger, die wil natuurlijk gewoon weten, wat worden wij er beter van? Ja. Wat is er beter voor, wat maakt het voor ons? Ja. Meer banen. Uiteindelijk leidt het natuurlijk sneller besluiten nemen. Minder bestuurlijke drukte. Minder mensen die op de achterbank van een Mercedes van het ene overleg naar het andere overleg rijden. Daar weer dezelfde mensen tegenkomen. De stadsregio, de vervoerregio, de regioraad. En wat is het allemaal niet? Nou, voor een deel ga ik het allemaal nu niet oplossen. Maar door die 3 provincies samen te voegen, weet ik 1 ding zeker. Krijgen die mensen het zo druk dat ze minder 3? In die Mercedes stappen. Waarom Utrecht, Flevoland, Noord-Holland eigenlijk? Waarom deze 3? Ja, omdat daar een hele, dat is wat ooit de Noordvleugel is genoemd. Je hebt de Randstad en de Zuidvleugel, Zuid-Holland, een stukje Zeeland. De Noordvleugel, deze 3 provincies. Ja. En in ieder geval het deel van de Noordoostpolder. Van Flevoland, wat niet de Noordoostpolder is, sorry. Dus het deel van Almere en Lelystad. Met Utrecht en Noord-Holland. Dat is een hele sterke economische entiteit. Ja, okay. Kunt u een voorbeeld noemen van een project wat wellicht sneller was gegaan als het allemaal nu al was samengevoegd?
Nou ja, neem bijvoorbeeld de discussie over de A1, A6, A10. Ik zit nu 11 jaar in de politiek. En die weg van Almere door het Gooi naar Amsterdam, de rondweg Amsterdam. Mm-hmm. En deels ook de Gaasperdammerweg. Dat is een van de laatste grote verkeersaders die nog moest worden aangepakt. Verder in Nederland hebben we natuurlijk ons wegenstelsel. Nou. Het is een beetje het beste van de wereld zijn we langzamerhand. Door enorme investeringen. Ook dit jaar weer bijna 8 miljard. Ook deze gaat nu op de schop. Maar het heeft ontzettend lang geduurd om Almere en het Gooi en Amsterdam en gaan we het wel of niet overkluizen en waar komt dan precies die verbreding? Belangrijke vraagstukken. Ja. Moet je allemaal serieus naar kijken, maar het hoeft toch geen 11 jaar te duren. Dus het is geen politiek getouwtrek zoals veel mensen het heel vaak betitelen, maar het heeft echt daadwerkelijk Dit leidt gewoon tot meer lucht, minder gedoe. Daardoor snellere besluitvorming. En dus ook in zijn richting meer democratie in plaats van minder, want minder stroperigheid. Dus gaat de superprovincie er komen in 2016 met steun van de Noord-Hollanders? Is mijn verwachting, ja. Ik word door de kamers heen. Ja. We leven in een democratie, dus ik moet zorgen met Ronald Plasterk dat we een meerderheid achter ons krijgen in Tweede en Eerste Kamer. Ja. Maar we zijn allebei erg gemotiveerd. En wij zijn dan benieuwd, wat wordt de hoofdstad? Ja, wordt de hoofdstad? Hoe gaat het topografisch? Ja. Geen idee. We hebben het niet over gehad, geloof ik. Haarlem, Amsterdam? Haarlem ligt wel mooi, ja. Of toch gewoon of, precies of, het Utrecht of Almere. Ik weet het niet. Nee, dus ook echt, misschien is er al wel over nagedacht. Ja. Maar ik heb het niet paraat. Ga ik nakijken voor jullie. Later komen we bij je terug. Haarlem is natuurlijk wel een mooie stad. Een prachtige stad. Ja. Met een oud koninklijk paleis. Waar we niemand beledigen natuurlijk. Het is een oud koninklijk paleisje. Ja. Nee. Nou, we gaan erover nadenken. Ja. We hebben later contact met u. Bedankt voor deze uitzending. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Ja, dank u wel. Wil je meer weten over het bezoek van de premier aan Noord-Holland vandaag? Kijk dan natuurlijk op onze website. Daar beantwoordt de premier alsnog een paar kijkersvragen. Dat wist u misschien nog niet, maar we gaan nog wat kijkersvragen beantwoorden. Bedankt voor het kijken en heel graag tot ziens. Dank u wel voor uw komst. Leuk. Hartelijk dank. Bedankt. Ja.